De Griekse schrijver. Een passieverhaal dat door de gewone dorpelingen zelf willen laten spreken. Een jaar of voor ons reeds worden de rollen verdeeld en ze krijgen dus 9 jaar om dat passiespel voor te bereiden en te repeteren. Het jaar nadien wordt die vertoning werkelijk opgevoerd. De spelers waren zodanig in hun rol opgegaan dat ze ook in de werkelijkheid de persoonlijkheid en de manier van leven hadden gekregen van de figuren die ze moesten spelen. De man die de rol had gekregen van Petrus, was werkelijk een kordate, enthousiaste apostel geworden. Wie de rol van Jezus had, was zachtmoedig en behulpzaam geworden en hij zou later zijn leven geven voor zijn geloof. En wie Judas moest vertolken, was ook in realiteit een verrader geworden. Beste vrienden, als wij op Pasen het lijdensverhaal denken van Jezus Christus, dan is dat geen toneelstuk of geen gewoon verjaardagfeest zoals we vandaag zinnen zijn te doen. Het is meer dan dat. De bedoeling is dat wij ons eigen eens gaan bezinnen op hoe ons leven overeenkomt met de manier waarop Jezus met de mensen omging. Jezus leefde tussen en voor de mensen. En legde de nadruk op sommige waarden die we zelf misschien wat verwaarloosd hebben. De zogenaamde zachte waarden, zoals zijn, liefde voor de evenmens, doe niet aan een ander wat je niet wil dat ze aan u doen, kunnen vergeven, anderen bijstaan die in de miserie zitten, en zo meer. Dan wordt onze paasviering een poging tot navolging van de verrezen Heer. Wat nu die verrijzenis van Jezus betreft, zijn er velen die daar problemen mee hebben. We hoeven daar niet zoveel over te pikken. Ook de apostel, denk aan de ongelovige Thomas, konden dat moeilijk slikken. De fout die velen maken, bestaat erin dat ze de Bijbel lezen als een gewoon historisch boek. Zoiets als een journalistieke reportage. De Bijbel is eerst en vooral een religieus boek die ons een boodschap heeft, maar in een taal eigen aan een tijd van 2000 jaar geleden. De Bijbel brengt die boodschap veelal onder de vorm van verhalen, gelijkenissen en beelden. En het is heel moeilijk om in die geschriften
waar gebeurde feiten en mythische verhalen te onderscheiden. Daar zal hier wel geen sprake zijn van een lijk dat weer levend wordt, want dat gaat in tegen onze dagelijkse ervaring en tegen de wetenschap. Hij is weliswaar aan de overkant, maar hij leeft. Dat wil ook zeggen dat ook voor ons de dood niet het laatste woord is. En dat is een waarborg dat ook wij een toekomst hebben over de dood heen. Door die aardboodschap die Jezus ons bracht, krijgt ons leven meer zin, meer hoop en meer houvast. Zalig Vader.